is Radio 1. TROS Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Het is 4,5 minuut over 8:30. De toon is weer gezet. Zometeen ook Nico Roorda. Hij schreef onlangs het boek Ons Huis, Planeet Aarde. En dan gaat het over duurzame ontwikkeling en hoe wij eigenlijk onze planeet zien. Wij leven in ecologisch opzicht ver boven onze stand. Als elke wereldbewoner net zoveel grondstoffen, water en schone lucht zou gebruiken als de Nederlander, zouden we minstens 2 aardbollen nodig hebben. Dat stelt het Wereld Natuurfonds in zijn tweejaarlijkse rapport Living Planet. De organisatie hanteert daarvoor de ecologische voetafdruk. Hoe meer we de aarde in rap tempo uitputten als het gaat om energie en natuurlijke hulpbronnen, des te groter de afdruk. Het rapport is de zoveelste onheilstijding over onze planeet. Maar wie ligt er wakker van? In ieder geval Nico Roorda van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs en schrijver van het boek Ons Huis, Planeet Aarde. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, u was betrokken bij het samenstellen van het rapport van het Wereld Natuurfonds. Ja, ik heb er niet aan meegeschreven, maar ik heb er een paar keer commentaar op geleverd en dat heeft hier en daar wat tot bijstellingen geleid. Ja, u ligt er wakker van, hè? Ja, regelmatig. Ik ben er heel hard mee bezig. En gelukkig ben ik niet de enige, want er moet ontzettend veel gaan gebeuren. Maar u vindt dat er meer mensen wakker van zouden moeten liggen? Dat klopt, ja. Want we hebben momenteel allerlei problemen die de aandacht krijgen, zoals nou de financiële crisis. Ja. Maar deze ecologische crisis is vele malen ernstiger. Ja, hebt u zich daaraan geërgerd dat daarvoor 20 miljard euro wordt vrijgemaakt en die financiële recessie, maar dat die ecologische recessie... Nou, kijk, aan de ene kant kan ik me goed voorstellen dat al die miljarden nu nodig zijn om dat financiële probleem op te lossen. Dus daar, op zich erger ik me daar niet aan. Maar aan de andere kant, alle ecologische problemen zouden echt heel veel meer aandacht moeten krijgen. Want als we niet drastisch gaan ingrijpen, en dat bedoel ik niet alleen in Nederland, maar echt gewoon wereldwijd, dan gaat er iets verschrikkelijk fout. Maar denkt u niet dat mensen daar ook zo langzamerhand een beetje muf voor zijn, voor die boodschap? Ja, dat zou wel eens kunnen. Natuurlijk gaat die boodschap al tientallen jaren rond. Alleen het punt is, daarmee is het probleem niet verdwenen. Sterker, het wordt alleen maar erger. Want wat we momenteel zien is dat, om te beginnen, de ecologische voetafdruk van alle mensen samen in de hele wereld steeds groter wordt. Dus we doen een steeds groter beslag op de natuur. Terwijl tegelijkertijd de biocapaciteit van de aarde, dus het vermogen om dat allemaal te dragen, aan het afnemen is. Onder andere bijvoorbeeld door het kappen van bossen en dergelijke. Meneer Roorda, we hebben discussies over andere spaarlampjes, zuinig rijdende auto's enzovoort. Ja. En dan kijken we elkaar aan en is het verder allemaal wel goed. Wat hebt u nou als u 's nachts eens een keertje wakker wordt en erover nadenkt? Bedoel, wat stelt u zich voor? Nou, kijk, aan de ene kant, die spaarlampen en minder water gebruiken en dat soort zaken zijn natuurlijk... Dat is allemaal belangrijk. Ja, is allemaal belangrijk. Het draagt zeker bij. Maar gaat het niet redden? Nee, dat is volstrekt dus niet genoeg. Dus, wat te doen? Nou, kijk, wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat een hele hoop zaken die we zo als mensheid, onder andere in Nederland, hebben ingericht, dat die heel drastisch opnieuw worden uitgevonden. Systemen, grote systemen, zoals bijvoorbeeld het totale transport in Nederland, het waterbeheer in Nederland. En als je praat over zo'n drastische verandering, een transitie, ik moet zeggen, wat dat betreft is Nederland wel een beetje koploper in het nadenken over dat soort transities. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop wij met het water omgaan in Nederland, dan is dat heel vernieuwend. Ruimte voor de rivier, een heel belangrijk programma. Pas het grote rapport van de Delta-commissie, waarin is gezegd van wij moeten jaarlijks, als je over miljarden praat, hè, we moeten jaarlijks een miljard gaan uittrekken om ons water beter te beheren. En dat gedurende wel 100 jaar. Dan denk ik, nou, dat is toch goed gevallen in Den Haag, dus dat lijkt goed. Maar de vraag is natuurlijk, en dat komt ook een beetje in al die stukken tevoorschijn, hoe ziet Nederland eruit als we dat niet doen? Ja, nou, dat is, kijk, om te beginnen is dat natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Ja, maar schetst u maar eens het donkerste scenario. Oké, ik moet er dan bij zeggen, dat is natuurlijk voor een deel een beetje fantasie, want tegen de tijd dat de dingen echt drastisch fout gaan, is het allemaal eigenlijk heel onvoorspelbaar geworden. Maar je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, stel nou eens dat in de komende decennia de energieprijzen zullen vast en zeker verder omhoog gaan, de aardolie gaat schaars worden, het produceren van landbouwmiddelen zal moeilijker gaan worden, onder andere al omdat kunstmest duurder wordt, doordat de aardolie duurder wordt. Nou, op een gegeven moment kun je je voorstellen
echt het zwartste scenario. Ja. Ik ben geen doemdenker, even voor duidelijkheid. Ja. En het kan ook heel goed wel goed aflopen. Nee, want anders schrijft u zo'n boek niet. Maar... precies. Hm? Nee, want ik wil mensen ook niet somber maken. Maar schetst u het scenario? Ja, nou, wat er bijvoorbeeld bijna zou... niet, ja. Ja, nee, wat er bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren. Stel je nou eens voor dat we niet meer kunnen voorzien in de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Ik noem nou maar eens wat. Wat er dan allemaal fout gaat. Ik heb een tijdje geleden iemand gehoord. Toen was de stroom bij ons inderdaad een keer uitgevallen. En die zei van, oh, laten we dan even op de tv kijken wat er aan de hand is. Ja, en dat gaat dan dus niet. En we zijn dus kortom zo verslaafd aan energie. En alleen al aan elektriciteit. Moet je nagaan wat er allemaal fout gaat als dat er niet is. De treinen staan stil. Alle bedrijven kunnen niet meer werken. Want ze zijn allemaal afhankelijk van computers geworden. Kortom, de hele economie komt tot stilstand. Dan moeten we allemaal weer tomaten gaan kweken op ons dakterras. Het wordt iets erger. Want weet je wat het is? Kijk, als je kijkt naar de situatie van... pak een beet, een eeuw geleden of zo... toen waren er veel minder mensen in Nederland. Toen kon je dus ook volstaan om alle monden te voeden... en alle huizen te bouwen enzovoorts... met in onze ogen primitieve productiemethoden. Als we daarop terug moeten vallen... en daarmee het aantal monden vullen dat we nu hebben in Nederland... dan redden we dat nooit. Dus dan komen we gewoon terecht in hongersnood. Maar goed, dat scenario wat u schetst... Hè, want het is natuurlijk uitval van elektriciteit... dat betekent ook geen koeling van levensmiddelen... geen drinkwater uit de kraan waarschijnlijk... geen bevoorrading van winkels, geen benzine, geen internet enzovoort. Ja. Hebt u het idee, u bent zelf begin 50... dat u dat nog mee gaat maken? Nou, of zegt u nou, dat is wel iets wat veel kleinkinderen misschien ooit, als het zou gebeuren. Ik ben bang dat het wat sneller gaat dan dat. Want als je, ik ga er dan even uit dat we dus niet of nauwelijks echt ingrijpen. Ja, stel dat ja, dat zo ja, is. Ja, dat begrijp ik, ja. Dan moet je toch helaas vrezen dat op termijn van, laten we zeggen, 20 of 40 jaar... de zaken echt dramatisch uit de hand lopen. En dan niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Maar goed, u zegt, want er moet dus echt een grootschalige omslag... ook in ons denken plaatsvinden, ja, hè? Willen we dit klopt. Voorkomen? Maar goed, dat is altijd het punt. Dan denk ik, ja, het is, mensen blijven gewoon in hun autootjes rijden. Ik bedoel, ze doen af en toe misschien wel eens wat. Maar laten we zeggen, dat grootschalige, dat zie ik nog niet gebeuren. Hoe zouden we dat dan aan moeten pakken? Ja, nou, dat is inderdaad behoorlijk lastig. Want kijk, aan de technologie zal het niet liggen, dat eerst even. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, hoeveel echt zuinige auto's of auto's die geen CO2 uitstoten... Zo, dan kan je nog kopen. Nou, dat valt ontzettend tegen volgens dat mij. Dat is ook zo. Nee, maar ik heb het dan zuiver even over technologische mogelijkheden. Er zijn zat mogelijkheden om met z'n allen veel duurzamer te gaan leven. En voor zover de technologie nog niet beschikbaar is... laat het zich aanzien dat het heus wel te ontwikkelen valt. Duurzame energie bijvoorbeeld, duurzame productiemethoden... bijna 100% recycling of hergebruik van grondstoffen... veel beter omgaan met de natuur... is allemaal wel binnen bereik, technisch gezien, hè? Je zit dus kortom op twee soorten problemen. Het probleem van het gedrag van de mensen. Nou, ik denk dat het makkelijkste te beïnvloeden is. Niet zozeer door allerlei postbus 51 spotjes. Want dat heeft wel tijdelijk wat effect. Maar dat blijft toch wat marginaal. En dat zakt vaak weer weg. Maar veel meer door mensen te verleiden tot duurzaam gedrag. Een heel simpel, eenvoudig voorbeeld is. Als je kijkt naar de toiletpot waar een spaarknop is aangebracht. Een knop waar je op kunt duwen om weinig water te gebruiken. Dat is makkelijk. Dat kan iedereen zo doen. En de mensen zijn best bereid om dat te doen. Als je zorgt dat het licht in een kamer automatisch uitgaat nadat de laatste persoon eruit gegaan is, dat is allemaal prima mogelijk, is in veel gebouwen ook al aangebracht. En daarmee gaan mensen zich dus vanzelf duurzamer gedragen. Ja. Maar het grote probleem zit denk ik in de grote economische structuren. Ja. Het regeringsbeleid, het beleid van de grote bedrijven. Ja, die brede maatschappelijke discussie, hè, waar u voorstander van bent. Ja. Ja, hoe ziet u dat voor zich? Zou er één iemand moeten zijn die dat aanzwengelt? Of... Nou, kijk, het punt is, al die veranderingen zullen zeker leiden tot een heel andere wereld dan waar we nu in leven. Ja. Er gaat grote veranderingen opleveren in de komende decennia. Dus dat gaan we allemaal nog meemaken, behalve misschien als je nu 80 bent of zo. Ja. Maar, en wie weet zelfs dan nog. Dat gaat leiden tot totaal andere werelden. Of het gaat dus dramatisch fout, of, en dat kan ook heel goed wel degelijk gebeuren, het gaat heel erg goed en we kunnen een mooiere wereld maken dan waarin we nu zitten, waarin de armoede weggewerkt kan worden, waarin oorlog kan verdwijnen. Dat is allemaal haalbaar, weet ik zeker. Ja, maar nog heel even kort, hoe denkt u die Nederlanders te gaan mobiliseren? Nou, dat zou zo kunnen. Ik denk dat daar de media een hele grote rol in kunnen spelen. Dus u, zeg maar. Hè? Ja, nou, we doen al ons best nu. Ja, precies. Daarnaast natuurlijk kan het internet ook geweldig goed meehelpen. Kijk, en denkt u ook aan een leidende figuur? Ja.
Ik weet niet zeker of een leidende figuur nodig is. Ik vergelijk het dan even met wat er nu in Amerika gebeurt met de presidentscampagne van Obama. Hè. Die laat zien dat een hele grote maatschappelijke discussie mogelijk is. Als je dat in Nederland zou willen hebben, zou je gewoon kunnen kijken hoe heeft hij dat aangepakt met zijn team. Ja. En als je zou denken aan een centrale figuur daarin, zeg maar een Obama. Ja, misschien Herman Wijfels. Dat lijkt me er een uitstekende persoon voor. Nou, we zullen zien. We moeten het hierbij laten. Ik noem nog even het boek. Ons huis, planeet aarde, duurzame ontwikkeling en avontuur van iedereen. Geschreven dus door Nico Roorda. Hartelijk dank voor uw komst. En hij is van de Stichting Duurzame Hoger Onderwijs. Het gaat over de roofbouw die wij plegen op moeder aarde.